dat Suriname heel veel aan inkomsten derft vanwege illegale visserij. Dat is reeds geruime tijd bekend. De minister van LVV, Pralaat Soudin, die heeft er vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering wat situaties aangekaart, welke zij hebben ontdekt. En het schijnt dat er nu heel wat vervalste vergunningen in omloop zijn. En met deze vergunningen worden er dan in Surinaamse wateren gevist. De minister is er breedvoerig op ingegaan en op vragen van journalisten hoe verder en wat er gedaan zal worden. Daarop is de minister dan ook ingegaan. U hoort minister Pralaat Soudin van LVV. Binnen elke week zien wij nieuwe ontwikkelingen. Laat me dat daarmee beginnen. Wat Guyana vroeg, zei het het begin. Zij zeiden van, het verhaal kent u, vissers van Guyana die op vergunning van een middleman, een stroomman, een vis vangen. Die stroomman moet uitgeschakeld worden en die vergunning moet rechtstreeks op naam van die visser daar. Waar wij hebben gezegd van, de wet laat het niet toe dat je rechtstreeks die vergunning op naam van die vissen daar zet. En laten we vandaag onthullen. Ik heb toen gezegd van, wie zijn die middelmens? Ik wil die ook ontdekken. Je hebt je vermoedens, maar je hebt geen bewijzen. En ik heb toen gevraagd van, als je een vergunning kunt vinden voor mij, en maak een foto ervan, app het voor mij. Dan weet ik van dat zo iemand zijn vergunning daar ligt. Tot vandaag heb ik nog geen enkel app gehad. Totdat vorige week zondag wij in Nikeri tijdens een reguliere controle een van onze inspecteurs ging op een boot. Die nam de vergunningen en die keek en heeft ook foto's ervan gemaakt. Blijkt dat die vergunningen van 2022, vervalst zijn. Ik kan u foto's doen toekomen daarvan. Mijn handtekening is nagemaakt. Nou, nagemaakt is heel anders getekend dan zoals ik teken. En de stempel welke we gebruiken is een andere dan welke wij hier gebruiken. Dus ik zeg van, er is kennelijk ergens een fabriek of een drukkerij waar deze vergunningen vervalst worden. Dus zolang... De PG is nu bezig. De PG is bezig. We hebben aangifte gedaan. Kijk, wij maken ook onze calculaties. En we zien ook dat hier en daar dingen zijn die niet goed liggen. Vandaar dat we zeggen van, rust op de plaats. Totdat wij deze dingen onderzocht hebben. Toen ik dat zag, begreep ik waarom tot nu toe geen enkel kopie of geen enkel app voor mij is gestuurd met een foto van die vergunning. Maar dat zouden wij misschien eerder hebben ontdekt van wat er gaande is. En ik zal u vertellen, toen de kapitein van de boot het door had dat er iets niet goed was, met inspecteuren al op de boot, begon hij al weg te varen. Richting Guyana. Ik weet niet echt waar, maar richting Monding sowieso. Totdat de eigenaar van zo'n steiger, die man belde en zei van, luister, je bent nu illegaal bezig. Je bent bezig iemand te kidnappen. En toen is die boot teruggevaren, die dame afgezet, dat was een dame, en daarna zijn ze weggevaren. Ik heb de politie laten inschakelen via de DC. Een uur na inschakeling van de politie, was de politie nog niet ter plekke. Voor de rest, de conclusie laat ik aan u allen over. Dus, er zijn zaken gaande. Ik ben heel voorzichtig wat het betreft, maar het step by step komen er wel. Het standpunt van Suriname is in deze situatie? Wel, je moet met de wet en recht werken. Maar als er autoriteiten zijn, als er structuren zijn die meespelen. Ik zal niet praten over wat er hier gebeurt. Op New Amsterdam en omgeving. Daar wil ik even over zwijgen. Maar step by step zijn we bezig die dingen ook op te ruimen, want dit kan niet. Was deze vissersboot een Guyanese of een Surinaamse vissersboot? Je weet, die boten hebben allemaal een kenteken. Ik kan u foto's laten zien hoe een normale kenteken eruit ziet. En die was vervalst. Was wel op die boot. Hetzelfde nummer, maar was vervalst. Er is heel wat gaande tussen Suriname en Guyana. En wat is het standpunt van de Surinaamse regering
Toch sowieso, die vergunningen zijn ingetrokken, die man is op heet en dat betrapt. De zaak is overgedragen aan de PG, die moet verder onderzoeken. En moeten kijken of het niet misschien een bolwerk is, onder leiding van misschien een topper uit Guyana. Ik noem geen namen, je leest ook in de krant wat er vandaag gebeurt. En die dingen, ze moeten ook gaan bossen. Ze moeten ook gaan opruimen. Dus nu, wat ze brengen ons in gevaar. We hebben te maken, internationaal hebben wij getekend dat wij tegen illegale visserij zijn. Mensen, of met een tsunamische vergunning, of met een vervalste vergunning, gaan tot in Frans-Guyanese wateren vissen. En als ze daar betrapt worden, dan zien ze de autoriteiten daar, tsunamische registratienummer, tsunamische vergunning. En dan proberen ze ons zwart te maken. Tenminste, proberen, ze kunnen ons zwart maken. En als zij ons aangeven bij de Europese Unie, kunnen wij stoppen met onze export van vis naar de Europese Unie. Maar waarom werken jullie dan niet samen met Guyana en Suriname om Met Guyana loopt het moeizaam, met Frans-Guyana loopt het uitstekend. Onlangs was de hoogste man van in Frans-Guyana. Ik moet nu een tegenbezoek afleggen. En bij de president hier, hij is ook naar mij toegekomen. En om over de illegale boten daar te praten. Ik heb hem maar één ding gezegd. Ik zeg, jullie zijn gewoon te lief. Vroeger, zoals we Frans-Guyana gekend hadden, ze pakten je boot, motor los in zee, boot door midden zagen of in brand steken. En crew voor een maand opsluiten. En dat ging werken. Wat ze nu doen, ze pakken zo'n boot, netten en vissen worden in beslag genomen, en ze begeleiden zo'n boot tot de grens om het dan weer los te laten. En ze, die man gaat weer teruggaan. En het zijn vaak boten, ik kan u foto's laten zien, zonder naam, zonder registratienummer. En ik weet niet of dat ook zelfs zonder vergunning is of een vervaste vergunning. Maar heeft u deze recente situatie gerapporteerd aan uw collega van Guyana? Ik heb het vaak met hem besproken zelfs. Ik heb het vaak met hem besproken. Dan was dus hun handen in onschuld. Wij moeten huiswerk maken samen met Frans-Guyana. Aan die kant valt het niet te controleren en vallen er ook geen afspraken te maken. Ze hadden afspraken die ik vandaag doe. Ik weet dat er de eerste week van juli er een CARICOM topmeeting in de tsunami is. Dat gaat weer op agenda komen, maar mijn standpunt blijft hard. Ik werk met wet en recht. Geen vergunningen voor Guyanese. Dat zegt de wet. Maar wanneer hier een boot in beslag wordt genomen, wordt er in Suriname opgetreden. Dus zij in Frans-Guyana werd er voorheen heel hard opgetreden. Ja. Hoe gebeurt het in Suriname? De boot wordt verbeurd verklaard en wordt in het openbaar verkocht. Maar wij zijn nu in discussie met het Openbaar Ministerie om die boten niet meer in het openbaar te verkopen. Dan komt het weer in de vaart. En het zijn vaak de eigenaren die het weer terugkopen. Hè? Ik bedoel, gewoon die boot vernietigen. Klaar, punt uit. Het is een maffia gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Ik kom ook in de sector. Ik weet echt veel. Maar nu ik in de positie ben om er wat aan te doen, zeg ik van, ik zet mijn schrap en we gaan voor een stukje zuivering. Want u zei wel, de politie en schapen kunnen natuurlijk uren en ze waren. Maar hoe worden onze wateren beschermd? We hebben ons kustwacht. Ze hebben drie boten. En we weten, met drie boten ga je onze hele kust niet kunnen beschermen. En ik heb vaak het advies uitgebracht van, het zijn drie boten. Stationeer één op Nieuw-Nikeri, één te Boskamp en één hier voor de kust, of te Paramaribo. Daar gaat er altijd een preventieve werking van uit. Van, hey, de mannen zijn hier vlakbij. Dus helaas zie ik vaak de boten hier in Paramaribo binnen. En ik ga dit weer ter sprake brengen van, dit kan niet. Er moet iets in het westen zijn, want daar lopen dingen fout. Dus we moeten meer daar zijn dan hier in Paramaribo. In het oosten hoef je niet te gaan, want het zijn niet de Fransen die naar ons toe komen, het zijn onze boten die kant op gaan. Maar het vergt veel energie van ons, maar die gaat het moeten doen. Omdat nog steeds blijkt dat wij onze wateren goed hebben beschermd. Ons visserij, we hebben hier de beste gronden van heel CARICOM.
We hebben wetten, we hebben regelgeving, we hebben visserijmanagementplan waarmee we werken. Het heeft in het begin ook moeite gekost om onze eigen vissers in het gareel te krijgen. Maar die zijn er, kost tijd. Dat je een paar dusdanig klapt dat ze bijna failliet raken. En dan worden ze wijs toch? Ik heb aan de regels te houden. En het wordt me vaak verweten van man, je komt zelf uit die sector, je geeft ons een kans. Ik zeg nee, ik kom uit die sector, maar ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen nog doorgaan met de business. Nu draait mijn zoon het. Maar ik hoop graag dat zijn kinderen een keer overnemen en door kunnen gaan. Er was eerder al een calculatie gemaakt, toen was ik nog voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie. En we kwamen toen op een schatting van ongeveer 50 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis. Als je kijkt naar de vangstpotentie en wat wij daadwerkelijk aanlanden en ook exporteren. Nu zitten we op een exportwaarde van rond 40 miljoen Amerikaanse dollar. Als je lokale consumptie erbij optelt, dan kom je iets boven de 50 miljoen Amerikaanse dollar. En we hebben een target gesteld, ook in ons plan richting 2025. We hebben een target gesteld 100 miljoen aan een exportwaarde. Maar welke stappen moet je ondernemen om tot die 100 miljoen te komen? Jouw MCS, zoals we dat noemen, Monitoring, Control and Surveillance, je controleapparaat moet dusdanig in place zijn. En dat wij nu zelfs een internationale hulp inroepen. We hebben nu de Japanse ambassade gecontact op Trinidad om ons te helpen. En misschien een paar radarsystemen. Kijk, VMS kun je plaatsen, maar dat is op je eigen boten. Maar als je illegale boot daar binnen is, ga je het op je apparaat zien. Of tenminste op je monitor. Dat is meer voor je eigen boten. Maar dat moet. Want ook daar wordt er veel gerommeld. Mensen die buiten hun gebieden gaan om dan te vissen. Dat gaat al redelijk goed. En er is nu weer een batch binnengekomen van een VMS-apparaten die welke we nu installeren. Eind van de maand gaat de hele batch naar Nikeri. Boeten daar hebben prioriteit om die apparaten te installeren. En we hopen ergens derde kwartaal dit jaar, eind derde kwartaal, al die boten die van hieruit vissen van zo'n VMS-apparaat te voorzien. En maar de rest moet je pakken met een radarsysteem.